Bijen en wespensteken. Wie in de natuur werkt, loopt het risico gestoken te worden door een bij of wesp. Vooral in de buurt van bloeiende bloemen, gevallen fruit, vuilnisbakken en in hagen is de kans op een bijen of wespensteek groot. Omdat veel wespen in de grond leven, moet je ook tijdens het maaien alert zijn. Hoe kun je voorkomen dat je gestoken wordt? Weet waar je werkt. Controleer je werkplek op de aanwezigheid van bijen en wespennesten. Ontdek je een nest? Blijf dan uit de buurt. Draag kleding met aansluitende borden. Maak geen slaande bewegingen naar bijen en wespen. Vertoon je een allergische reactie na een bijen of wespesteek, zoals hevig jeukende rode bultjes op je lichaam of ademhalingsproblemen? Ga dan meteen naar de huisarts. Ga ook naar de huisarts als je gestoken bent in je mond, tong, neus of hals. Als je al weet dat je allergisch bent voor bijen of wespen, vraag dan een noodzet aan de huisarts en stel je collega's op de hoogte. Kijk voor meer informatie op www.arbocatalogus.bos